Welkom bij Bient, waarin we dolfijn zwemmenlitten kennen bij jou in de huiskamer. Ik ben echt van die beelden, weet je, heel al bij voortdremen. Benno Brada, welkom. Jou zwemmen heel vaak met dolfijnen, hè? Ja, absoluut. Ja, het is een fantastische ervaring. Het is, wij doen het over de hele wereld, hebben we het tot nu toe gedaan. En we zijn er zo enthousiast over. En toen we eerder in contact kwamen met de mogelijkheden van virtual reality, want daar gaat dit over. Daar werden we zo enthousiast over dat we zeiden van, hey, dit is een ervaring die we eigenlijk toegankelijk moeten maken voor iedereen. Ja, want omschrijf die ondervindingen. Wat is dat gevoel van? Ja, wij zwemmen uitsluitend met vrije dolfijnen, met wilde dolfijnen. Dat is heel bijzonder. Je wordt op een gegeven moment kom je een groep tegen van een pot, zoals dat heet. Tot wel 150 dolfijnen. Die integreren je in hun zwemtocht. Dat is net beangstigend dat ze niet draaien op jou. Nee, het is fantastisch als je op ze af ziet komen. Ik bedoel, en ze bepalen zelf of ze je opzoeken of niet. En op het moment dat je met hun mee kan zwemmen en een stukje mee kan zwemmen, ze in de ogen kan kijken, het geeft je een totaal gevoel van vrijheid. Natuurlijk ook omdat je onder water bent, dat sowieso ook. Maar het is met name de interactie die je met hun hebt, het is een unieke ervaring. En je merkt hun intelligentie ook. En je merkt hun intelligentie, dat is het. Ze scannen je, ze kijken je aan, ze spelen ondertussen met elkaar, want dat zie je ook. Je ziet hun enorme familieband, moeders die hun kind laten zien in plaats van dat kind achter de moeder verschuilt. En viel je dan net een vremde eend in de bijt? Dat ben je natuurlijk wel aan de ene kant. Maar het is, je voelt je zo welkom en je voelt je zo geïntegreerd. Ja, het is een fantastische ervaring. Ja, en je vindt eigenlijk iedereen die met het ondervinden kennen. Heel graag. En je luidt een prachtig ding op tafel. Dan beginnen voor dadelijk. Het wordt lang, ja. Ja, wat is het? Nou ja, het wordt steeds meer bekend. Natuurlijk al een paar jaar is er sprake van virtual reality. Althans, dat die ontwikkeling eraan zit te komen. Het wordt steeds hanteerbaarder. Mm-hmm. Ons idee is om van het najaar, eind van het jaar, een aantal filmpjes te gaan maken die je kunt downloaden op je mobiele telefoon. Die vervolgens kun je die afspelen in een virtual reality bril zoals deze. Ja. Nou, ik kan je wel even iets kort laten zien hoe dat dan gaat. Ik heb, er worden ook al wel filmpjes gestreamd. En dan op dat moment, dan krijg je de overweldigende ervaring die je ziet. Moment, ik zal even kijken hoe dat gaat. En van wie is dat dan? Dit is een filmpje, dit is zwemmen met haaien. Dat is niet wat wij willen. Dat is net het leuke van dolfijn. Nee, precies. Maar dus, kijk maar even en zie om je heen wat je ziet. Dit is dus met haaien. Ja. En er is nog helemaal niks met dolfijnen gedaan. Dus, Ik zeg een skipswrak. Ja, en je voelt je totaal, zal ik maar zeggen, daar. Ja, dus. En allerlei bubbels, ja. Ja, dit is, was dat een show? Ja, maar je mist het echte water niet. Nee, de ervaring is natuurlijk ook zo. Je hebt ook filmpjes bijvoorbeeld dat je in een achtbaan zit. Mm-hmm. Nou, binnen 3 seconden voel je net zo misselijk als in een achtbaan. Ja. Nou, dat is. Maar dit is leuk voor u. Wietse vindt het ook wel mooi volgens mij. Maar die zijn we kwijt. Je hebt wel een speciale doelgroep hier, maar jongens. Ja, dat klopt. Hè, naast het feit dat we gewoon de beelden voor iedereen. Ja, jou maar even terug. Naast het feit dat we dit voor iedereen beschikbaar willen maken. Gewoon voor mensen die helemaal weg willen dromen met het zwemmen van dolfijnen. Willen we ook gaan onderzoeken of je hiermee een behandeling kunt starten voor autisme. Voor kinderen met een autistische afwijking. Ja, want ik ging nou nog bij de Leaks naar Curaçao om die ondervinding te krijgen. Precies, nou dat is duur. Bovendien, dat is net voor Elsie Nierfeldlein. De dieren die zitten in gevangenschap of semi-gevangenschap. En daar zijn zulke goede resultaten mee dat wij gewoon willen onderzoeken of we deze beelden en dit concept ook kunnen gebruiken om dit aan te bieden voor kinderen met autistische beperking. Ja, zo'n prachtig initiatief. Maar is het wel maar een korte vegeliekje? Ja, nou ja, dat weten het we pas. Het echte zwemmen, het echte onruidje. Dat weten we natuurlijk pas op het moment dat we de beelden hebben. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, alle andere beelden die tot nu toe gemaakt zijn zo overweldigend. Nou, je keek er zelf net naar. Ja, het is prachtig. Het is heel mooi. Hoe heet dit, Benno? Hoe noem je dit?
dit heet, ons project heet de Dolphin Swim Club. Dat is onder welke titel we dit doen. Ja. Dus we hebben daarvoor de Dolphin Swim Club opgericht. Met het doel om, nou, zal maar zeggen, in dat project dit te doen. Dit heet Virtual Reality, zwemmen met dolfijnen. En wij, heel specifiek op gebied van autisme. Ja, dat zullen we moeten kijken wat daar... Of dat inderdaad is. Ja, maar goed, nogmaals... Nog even een heel bijzonder aspect. Want je hebt hier een klapper op, jong, van dit jaar we dwalen. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Ja. Je wenny ik voor een pad in Zweden. Ja, dat klopt. En we wonen in Zweden aan zee, in de Baltische Zee. Ja. Daar wonen we al 17 jaar, de helft van het jaar. In de Baltische Zee komen geen dolfijnen voor. We zwemmen overal ter wereld, maar niet in Zweden. Wij starten dit project op Kickstarter. Dat is een grote Amerikaans crowdfunding platform. En de dag daarna krijgen we de melding, er zijn twee bottlenoosdolfijnen in Zweden, vlak tegenover ons huis. Het moet zo wezen. Bijzonder. En ik kom er zwommen. Toen zijn we er natuurlijk heel snel naartoe gegaan. We hebben ermee gezwommen. Mijn vrouw is heel fanatiek. Ja, ik ben fanatiek. Ze zijn nog fanatiek. Mm-hmm. Ze heeft als eerste met die dolfijnen gezwommen. Ze is inmiddels ook twee keer op de Zweedse televisie al ermee geweest. En vanmiddag kreeg ik nog weer beelden door. Ze heeft er weer mee gezongen. Ja, practice what you preach, zeggen ze. Ja, dat doen we. Dus het is het feit alleen dat dat al gebeurt. En dan zie je ook weer daar, die dolfijnen zoeken mensen op. De kust van Zweden is 20.000 kilometer lang. Maar ze zoeken precies die plaatsen op waar mensen kunnen komen. En dan ze hebben hem gewoon opzag. Nee, maar wat je ziet, het enthousiasme van kinderen, van iedereen die aan de kant staat. Ja, het betovert mensen gewoon. Maar hoe kind dat een heel soort succes met Aron. Een heel soort succes, Maya, project. Dank u wel.